Goedenavond en welkom bij de Po Nieuwsflits. Met vanavond onder meer aandacht voor de Turkse bedreigingen aan het adres van de ziekenomroep uit Emmeloord. En een SOA-test, die haal je tegenwoordig gewoon uit de muur. Maar we beginnen met de kiesraad, want alle stemmen zijn geteld en dus werd vanmiddag de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Bent u tevreden hoe de verkiezingen zijn gelopen? Nou ja, kijk, tevreden is denk ik niet het goede woord. Want dat zou betekenen dat er niks mis zou zijn. We hebben wel als kiesraad een paar ongerechtigheden vastgesteld. Wat is er allemaal misgegaan? Zoals stembureaus, een paar, dat zijn er niet zoveel, waar tekort was aan stembiljetten. Wel een beetje achterhaald toch, om dat nog steeds met de hand te tellen. Inderdaad, een beetje 19e eeuw, hè. En neem je dit nog op trouwens? Er zaten geen mensen met Alzheimer tussen. Zijn we nog in de lucht? Volgens mij wel. Nou, ik denk dat het nu wel genoeg is. Maar u zei het waren 19e eeuwse praktijken? Nee, ik hou er nu mee op. Thierry Baudet dan, de voorman van Forum voor Democratie, zit nog niet eens officieel in de Kamer. Maar de demonisering rondom zijn persoontje is al begonnen. U mag 3 keer raden vanuit welke hoek. Ja, het is net alsof ze zich ineens realiseren dat we een relevante factor zijn. En dat ze nu denken van, oh jee, dat hebben we laten gebeuren. We moeten het nu nog even snel stoppen. We zouden dan racistisch zijn, we zouden een hekel hebben aan vrouwen. Het is allemaal met de haren bijgesleept. Het is gewoon flauwekul. Want er wordt nu eigenlijk een soort van suggestie gewekt. Alsof jij zegt dat vrouwen het leuk zouden vinden om praktisch verkracht te worden. Laat ik dan nog maar heel duidelijk zeggen. Ik heb nooit bedoeld op één of andere manier te zeggen dat iemand iets tegen iemands zin in mag doen. Maar het is een feit dat veel vrouwen het leuk vinden als een man een beetje zijn best doet. En ik roep dus alle mannen op om vooral hun best te doen. De ziekenomroep uit Emmeloord, die wordt bedreigd door vertegenwoordigers die zeggen namens de Turkse overheid te spreken. Als de omroep niet onmiddellijk stopt met het zaterdaguurtje Turkse muziek, dan volgen er maatregelen. Welke muziek zouden de Turkse grijze wolven zich nou precies kunnen storen in jullie radioprogramma? Nou ja, kijk, ik geef hier een voorbeeld. Turkse moderne vrouw die muziek maakt en het gaat over liefde, het gaat over scheiding, het gaat over niks eigenlijk. Gisteren hing er een pamflet aan de deur met in het Turks, waarin staat dat wij moeten stoppen met de Turkse uitzending en dat er anders rare dingen gaan gebeuren. Wat voor soort bedreigingen zijn dat dan? Dat de studio onklaar gemaakt zal worden en ik ook. Gaat u stoppen met het oude vertrouwde Turkse muziekuurtje op de zaterdagochtend? Nooit. Nee. Zolang de omroepster zegt van ik blijf doorgaan, gaan wij ook door. Een kroket of een condoom, die haalde je al langer uit de muur. Maar sinds vandaag kun je in Den Haag ook terecht voor een SOA-test uit de automaat. We hebben ervoor gekozen 5 testen hier neer te leggen. Dat is de chlamydia, chlamydia gonorreu, chlamydia gonorreu trichomonas, syphilis en HIV en de HIV-test. Hebben jullie gekozen voor Den Haag omdat dit nu echt de chlamydia hoofdstad is? Nee, ik geloof het niet. Heb je geteld? Ik weet het niet. Je kunt anonieme SOA-test halen. Okay. Nou, te gek toch? We gaan ervoor. Wat voor jou of niet? Heerlijk, ik heb er al 6. Echt waar? Ja, maximaal joh. Seks is overal, dat weet je. En overal gebeuren ongelukjes. Dat is nu eenmaal zo, dus de realiteit. En neem dan je verantwoordelijkheid als je een foutje hebt gemaakt. En neem dan gewoon een soort test af. Ik wil niet zwanger raken. Je gaat niet alleen zwanger worden, toch? Wat zeg je? Je kan ook af en toe toch een vervelende jeuk overhouden aan een sekspartijtje. Niet als je het veilig doet. Gewauwsje. Nee joh, ik wil niet zwanger worden. Het is vandaag de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Voldoende reden dus voor een heuse knuffelmarathon bij de Rotterdamse Markthal. Waarom sta je hier mensen te knuffelen? Omdat wij vinden dat we in Rotterdam elkaar vast moeten houden. Het is vandaag de Internationale Dag tegen Racisme. En we laten ons niet uit elkaar spelen. Lekker zeg. Lekker hè? Oh, ik voel al die spanning uit mijn lijf verdwijnen. Hoe voelde dat? Heerlijk. Ik ben zo lang niet geknuffeld. Ik dacht, ik neem het er gelijk van. Ja, maar ik krijg er energie van. Ik krijg zoveel energie. Ik zeg, ik kom zo terug. En weet je ook waarvoor het is? Nee. Voor discriminatie en Voelt u zich nu minder of meer racistisch dan voor de knuffel? Minder. Waarom wilt u nou geen knuffel? Waarom ik geen knuffel wil? Heb je gezien hoeveel pak die aan heeft? Iemand die hartjes op zijn pak heeft zitten, dat is gewoon echt niet goed. Waarom wilt u nou geen knuffel? Nee, verschrikkelijk. Ik ben heel allergisch voor, dus. Allergisch voor knuffels? Ja, ik hou niet van. Ik hou niet van knuffel. Alleen van mijn kleinkinderen. Ja, en dan nog even dit, want de lente is vandaag van start gegaan en het wordt de komende dagen ook echt lente. Tenminste, wanneer we de kennis mogen geloven. Nou, het ziet er gewoon erg goed uit de komende periode. En ik denk zelfs
zelfs dat wij mooi weer gaan hebben, krijgen eigenlijk, tot in de eerste week van april. We zien de opbouw van een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië en het Noordzeegebied. In concreto maximale temperaturen, nou zo tussen 15 en 18 graden. De liefhebbers van het naaktstrand, kunnen die ook al hun hobby gaan botvieren? Zeker weten. Ik denk dat die volkomen aan hun trekken gaan komen. Ben je zelf eigenlijk een liefhebber van het naaktstrand? Nee, absoluut niet. En totaal geen strandliefhebber. Nee. Maar ja, dat kun je toch ook wel voorstellen met zo'n lijf, hè? Ik doe ook mee met Linda de Mol en Paul de Leeuw. En dan kunnen er eerst wat kilo's af. En dan misschien over 2 jaar een keer dat naaktstrand proberen nog. Ja, lekker. Heerlijk. Dat was hem alweer. Voor de volledige video's ga je natuurlijk naar poon.tv. Ik wens u nog een hele mooie avond en tot morgen.